Kijk, ik heb eventjes mijn ramen schoongemaakt. En de spiegels schoongemaakt. En dat grappige is, kijk, nou zie je hier nog allemaal. Nou, ik weet niet of je het ziet op de camera, maar je ziet nog allemaal strepen. Kijk, maar wel weer echt super mooi schoon. Dat is wel belangrijk, een beetje schone ramen. Waar gaan we heen, Magal? Nou ja, het is de bedoeling, Vaison La Romaine, maar dan moeten we over de Mont Ventoux. En die is 19. Oh, je komt van de andere kant, hè? Ja, we komen van de andere kant. Nee. Dat wordt pas veel, dat wordt pas eind van de week of zo. Oké. Nou, mensen. Even de vuilniszak en ik wil nog een paar foto's maken. Een paar foto's maken in het dorp. Dus, en dan, nou ja, ik hoop dat er nog iets interessants is op de weg van de week. Het is zondag. Tot de volgende keer. Oh, is het toch alweer een ander weg? Ja, er was al eentje weg vanochtend. Nou, op bed hoorde ik er eentje wegrijden. Nou, dat dikke sigaretje ging roken, stonden ze er allemaal. Oh ja, maar toen lag ik toch wel op bed. 100 meter links afbuigen. Oké, mensen, we gaan weer. 7% dalen. Kijk eens aan. Nou, dat zit in de kraak. Mooi, hè? Prachtig mooi, hè? Ja. We gaan daarna klaar. Op zand is het. En daarna steken we over de Rhône. We gaan naar de Rhône. Oh, kijk dan naar links. Jezus. Dat is mooi. Dat kan alleen maar in Frankrijk. Nou, dat is niet waar.
jongens, hier aan onze rechterhand. Bestemming bereikt. Ik hoop dat er een plekje aan deze kant vrij is. Ja, dat hoop ik ook. Bestemming bereikt. Sowieso alleen. Ja, wat een mazzel. Oh, op het hoekje weer. Nee, gewoon naast deze. Naast die grote. Daar? Ja. Zie je niet bij het hoekje? Nou, dan ga je hier staan. Ja, oké. Okay. Wat een mazzel. Dat je op tijd binnen, hè? Anders staat het alweer vol. Nee. Ja, wil jij er even uitgaan hoe ver ik de andere kant? Ik kan die camera net niet zien. Ja. En dan aan de zijkant gaan staan, hè? Dus niet erachter. Oké, mensen, we zijn hier net aangekomen. Kijk. En het lijkt meteen wel een uitdragerij. Dan ga ik gauw eventjes bij de bakker een broodje halen. Zodat we zo van een broodje kunnen eten. Kijk, dan eten we er ook voor twee van die koude koffietjes voor je. Zal ik ondertussen even water halen? Als het goed is, heb ik er nog twee, hè? Eentje, toch? Je hebt er twee gehaald. Gisteren. Ja. Oké. Nou, dan ruim jij dit hier even op. Ja. Oké. Ga maar. Ik ben zo terug. Kijk je uit? Ja. Kijk mensen, we hebben even lekker geluncht. Oh. Ik heb hier even van tafel af. We hebben dus even lekker geluncht. Ik heb cappuccino, maar... Nou, mijn god, dat zijn mijn zakdoekjes. Ik heb een cappuccino, maar die drink ik niet helemaal op, want ik had ook een yoghurtje. En dat zei ik al gisteren. Kijk, dit is yoghurt brassé natuur. Zeg me niks, maar het is wel heel erg een lekkere yoghurt, moet ik zeggen. En mijn godie heeft allemaal water getapt. Daar een gieter en daar een gieter. Die ga ik straks vastmaken. En dan ga ik eventjes alvast die sunblokken erop hangen. Want dan houdt hij alvast eventjes de zon tegen. En als die zon hieronder staat, wat des te warmer wordt het. Kijk, en alvast een handwasje. Ja. Mooi droog. Nog ook water gepakt voor de handwas. En nog een emmer om na te spoelen. Nee, dat mag jij daar doen. Oh. Ach ja, geen wasmannetje, of geen wasvrouwtje, maar een wasmannetje. Spoelmannetje. Hoi. Is dat wel? Ja, hij zegt zeker. Ja, dat is niet handig. Nou ja, dat is handig. Even kijken, is het niet te heet? Oh, dat is wel lekker ding nou. Ja. Het is gewoon warm. Het is echt warm. Ja. Niet over je bulten. Ja. Ja, moet je nagaan, hè? Gewoon met een gieterwater. Lekker.
Oh, dan vul ik hem weer met koud water. En dan zet ik hem hier weer aan die paal. Kijk. Ja, maar het is nou al fijn. Kijk, daar stond hij. Hij was gewoon warm, hè? Ja, was warm. Heerlijk. Kijk mensen, we zitten hier zo aan de op de camperplaats. En kijk eens, ik heb mini hamburgertjes gemaakt. Kijk. En een half uitje gefruit, want mijn goden vindt uitjes niet zo lekker. En ik heb vanmiddag heb ik een broodje gehaald hier bij de bakker. En toen vroeg ik of ze het wilden snijden. En kijk, ja, dat sneden ze er allemaal mooie kleine stukjes van. Dus dan ga ik lekker een broodje hamburger eten. Nee, het was vanmiddag, het was eind van de ochtend. Ja, eind van de ochtend, ja. Ze hadden geen baguettes meer en geen croissantjes. Ja, zondagochtend, hè. Niks. Nee, want ze gaan om 12 of 1 uur dicht, dat weet ik niet. Stond dat er niet op? Nou, heb ik eerlijk gezegd niet op gelet. En kijk, wij hebben natuurlijk, ik zal even laten zien, ik draai eventjes de camera om. Kijk, wij hebben namelijk dit plekje gekozen, omdat, kijk, zien jullie daar die boom staan? En ik wist, die zon die draait zo. En die boom die zorgt er dus nu voor, kijk, dat wij lekker in de schaduw zitten. Ja, dit is de eerste keer dat we hier staan. Meestal stonden we daar. Ja, dat klopt. Ja. Een paar plekken. Want we hebben nagekeken, dit is het vijfde jaar dat we er staan. Met tussenposes, hè. Ja. Corona en weet ik wel wat. Niet achter elkaar, maar wel vijfde. Dit is de vijfde keer dat we hier zijn. Ja. 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 Oh, het is ook een heel vertrouwd plekje. Ja? Een heel mooi dorpje, vinden we ook leuk. Ja. En de mond, hè, daar ga ik straks ga ik daar foto's van maken. Dan gaan jullie dat zien. Dat is echt sensationeel. Dat wordt wel een beetje zelf die iedere keer, hè? Nou, wat maakt dat nou uit? De mensen vinden dat leuk. Ik vind het leuk. Dus dan ga ik dat gewoon doen. Nou, Oké, we gaan even eten, mensen. Kijk, mensen, dan ziet het er zo uit. Ho, ho, ho. Uitje, hamburgertje. Die weer aan zijn broek gekregen. Daarmee mis een vork. Dankjewel, schat. Ja, weet je, mes en vork. Je eet geen hamburger met een mes en vork, mevrouw. Nee, jij met je handen en de veeg je pirekleren. Oké. Nou, we gaan even eten. Gaan we hier binnenkomen, doen we altijd aan. We hebben even boodschappen gedaan. En kijk, dit was bijvoorbeeld Marseille zeep. En die hadden we thuis. Hebben we? Ja, die hebben we thuis. Die hadden we al eens eerder meegenomen. En daar zijn we echt heerlijk, vinden we dat. En nou vind ik ze hier zo bij de... En daar zijn we ook heel zuinig. Bij de Lidl. Ja, maar geef... Dus we hebben er twee meegenomen. Ik heb het in iedere Lidl al gezien hier, hoor. Maar ik denk, we zijn voorlopig Frankrijk nog niet uit. Oh, ik denk, ik neem meteen twee mee. Hé, hey, en... we gaan even buiten. We gaan even ons afspoelen. Want het is echt, echt warm hier zo. Ja, goed, dat is ook logisch. Dat is ook voorspeld. En ik hou hem nog even op, want dan kan ik eventjes... het water pakken. En dan, nieuwe dag. Maar het is een dag dus dat we niet veel gaan ondernemen, want het is echt, het wordt 35 graden en onze buurman zegt net, nee, 37, 38 wordt het vandaag. Ja, nou ja, maar je kan ook een stukje gaan fietsen, want dat zie je. Ja. Dat is wel lekker. Nou ja, we gaan ook even naar de Oeveuze, weet je wel, die brug. Ja. Ja. Ja, daar gaan we nog wel even heen vandaag, dat is wel lekker. Maar ik ga nou eerst even afspoelen. Even naar het watertje kijken. Ja, even naar het watertje kijken. Ja, dat is leuk. Dat is echt leuk, mensen hoor. Ik vergeet het aan je te vragen, maar wat gaan we doen? We gaan even kijken of er nog water in die oeuvre staat. De Oeveuze. Oeveuze. Ja, ik denk altijd aan Koeveuze en dan haal je die zee weg. Okay. Het is de Oeveuze. Nou, we gaan in ieder geval kijken. Desnoods kunnen we pootje baaien. We kunnen hier eventueel gewoon weer even lekker het afdouchen. Zo is het. Dus dat is het puntje. Dus we gaan eventjes die kant op. Fietsrijwind. Ja, daarom. Dat gaan jullie even zien, mensen. Okay. Kijk, onze sluipdoor, kruipdoorweggetjes. Ja, ja. Oh. Ga ja, dat? Ja. Ja, dat was een... Ja, die pakte ik hier. Ja. Maar die is dinsdag. Maar die? Ja, dat is dinsdag toch? Ja, oh ja. Jongens, ik heb eventjes de GoPro op het stuur gedaan, want het is lastig fietsen met één hand. Nou mensen, rijden we zo het dorpje binnen. En het is morgen hier zo, is hier alles
marktkraampjes. Dat is echt heel leuk, dat ga ik jullie ook nog laten zien. Want het is echt onwijs gaaf. Kijk, we moeten eigenlijk zo hier dit straatje door. Maar dat mag niet, dus dan gaan we zo. Tot middernacht mag hier geen fietsers in. Ja, ja. In 92 stond het water tot hier. Ja, dat snap ik. Maar de buurman zei 91. 92, zei hij. Zo, nee, die 92. Je moet echt... Hey? Daar een foto van maken en kunnen we eventjes op Google kijken. Ja. Hey, mag al. We zijn er wel achter, je moet nou betalen hier parkeren. Het is betaald parkeren. Ook voor fietsen? Nee, voor auto's, maar dat was nooit. Oh, de balk die drijft helemaal mee, hè? Oh, hij blijft daar zitten, denk ik. Voorzichtig. Ja, je moet er niet zelf alleen afgaan hoor, dat help ik je wel even. Want, ik ga laat die spullen hier niet alleen achter. Kijk naar maar uit. Nou, volgens mij is het toch wel minder water hoor. Nee? Volgens mij is er toch wel minder water. Nee, dat is er ook niet zoveel meer doorstroom. Nou, in één keer door, kom op. Vleer je uit? Ja. Ik ga wel in één keer door. Ja. Nou, kijken. Nou, dat gaat maar gauw hoor. Kijk, en ze is al door ook. Ik zeg tegen haar, loop dan niet hier in die stroming, want dat is echt, dan ben je de kortste keer dan lig je overhoop. En gelukkig heeft ze dat niet gedaan. Dus... Oh ja, 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 reken maar dat je lekker... Oh, dat is de verkeerde maar gewoon. Reken maar dat je lekker afkoelt zo. En die heb alweer genoeg. Normaal gesproken was het water altijd hartstikke fris. Maar nu, ik vind het is echt niet koud. Het is wel een stuk frisser, maar het is niet koud water. Kun je weer even helpen? Hey? Kijk, hier is net zo'n aardige stroming. Ja, moet je kijken. Kijk, hè, dat je niet valt. Ik kan niet meer van dat rotsie afduiken. Ja, dat deden die... Nee joh, dat deden de kinderen net. Ja, ja, ja. Kijk uit, hè. Ja. Oké, okay, maar ga jij er nog een keer in? Ik denk
Ja. Ja, ja. Ja, kijk jij nou maar uit. Kom je mooi niet tegenop gezongen. Kijk, mijn goeie is aan het ploeteren. Oh, je moet daarheen. Mijn goeie is aan het ploeteren om door het water heen te komen. Ja, ik zelf ook wel, kijk. Dat komt door die rotsen. Mijn goeie, hier die handdoek. Meteen even een handwassie. Het is een beetje motor. Hoorde je dat niet? Hij heeft het zwaar, zeg ik. Hoe kan dat nou? Moet je dat oplader of zo? Hey, leuk hè, mooi pleintje. Ik denk, laat ik even zien aan de mensen. Zullen we naar de kamper gaan? Ja. Dit gaat nog allemaal goed. Ja, zeker. Kijk jongens, hier is de opgravingen van Romeinse tijd. Kijk hier. Maar daar komen we van de week nog wel een keertje. Dat gaan jullie van de week nog wel zien. Laat maar zien hoe we moeten. Ja! Hij is er nog hoor! Oké, mensen. Ik kom mijn go aan. Die heb even mijn zwembroek uitgespoeld. En we doen eventjes de afsluiten de video. Dan kan ik hem eventjes op de computer gaan zetten. Ja, maar we moeten toch even de hoes om de fiets doen? Ja. Dat kan toch ook nadat we het afgesloten hebben? Oh, nou, hoi. Oh, nou jullie horen het. Mijn go zegt doei. Het is warm, ik ga met mijn voet in het water. Ja, mensen, tot de volgende vlog. We sluiten nu even af. Oh ja. Vinden jullie het even een leuke video? Duimpje wordt gewaardeerd. Oké. Okay. Okay.